Dit is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week onder meer een benefietavond voor Oekraïne, een nieuwe school in Naarden en Sint Maarten. Maar nu eerst een kampioen paaldansen. From the Netherlands, Demi Brummen. Demi Brummen is taking the goal. Het is groot feest in Huizen Brama. Demi is vorig weekend wereldkampioen paaldans geworden in het verre Zweden. Ze is eerste geworden op het onderdeel Artistic Aerial Pole. Bij dit onderdeel van het paaldansen gaat het om het verhaal dat je moet vertellen in je oefening. Maar hoe bereid je je eigenlijk voor op zo'n groot toernooi? Ik maak eerst een act, ik kies een thema en daarna ga ik hem heel vaak herhalen en iedere keer opnieuw trainen en dan, ja, zo bereid ik het eigenlijk voor. Okay. Hoe ben je bij deze sport terechtgekomen? Ik zag het op toen nog Koninginnedag, toen stond er iemand in Huizen en die had dus een eigen paaldansstudio. En die zei van, nou, je kan een keer een proefles komen doen. En mijn moeder vroeg van, hey, hoe zit dat dan, kinderen die paaldansen? En ja, dan bleek er dus een hele sport achter te zitten en toen mocht ik een proefles doen. Zo is het begonnen eigenlijk. Hoe scoor je punten of hoe werkt dat precies? Dat ligt aan het onderdeel wat je doet. Als je doet aan sport, dan heb je een paar onderdelen, waaronder dus compulsories, je afwerking, technische bonus, art choreo. En op die onderdelen krijg je dus punten. En bij artistiek is dat bijvoorbeeld bij impact en mobility en je verhaal vertellen en op andere onderdelen waarbij techniek een kleiner stukje is. En word je dan gejureerd door een jury of door mensen aan de kant? Is het een beetje zoals turnen? Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Er zit een jurytafel, hebben we. En daar zit dan bij sports ongeveer 10 mensen aan. Bij artistiek zijn er eigenlijk maar 3 die jureren. En die zitten inderdaad dus, nou ja, voor mij aan een tafel en die jureren daar. En je hebt over een verhaal vertellen. Welk verhaal nam jij mee naar Zweden? Ik heb een heel donker verhaal meegenomen. Ik heb eigenlijk gedaan alsof ik iemand heb vermoord. Dus ik heb een grafsteen en daar ligt dan eigenlijk iemand in het graf. En dan alsof ik iemand heb vermoord. Dat was mijn thema. Oh, het WK is gauw in Zweden. Daar is natuurlijk een ander klimaat heersen dan in Nederland. Ik heb ook gehoord dat jullie kunnen deze zaal, zeg maar, acclimatiseren naar de plekken waar jullie heen gaan. Ja, meestal dan bereiden we inderdaad voor met hier de temperatuur in de zaal aanpassen. In Zweden was het bijvoorbeeld best wel koud en dat heeft gewoon invloed op de grip op de paal. Dus inderdaad maken we het hier dan wat kouder met trainen of juist wat warmer als het warmer moet worden. Welk toernooi zit er nu voor jou in het verschiet? De eerstvolgende is het NK weer, dus dan in mei, begin mei. En waar is dat? In Ede. Mag ik je heel veel succes wensen in Ede. Dankjewel. Op vrijdag 8 november werd er door de politieke partij Wij Gozen Meren de eerste mantelzorgcafé georganiseerd. Met een kopje koffie en een taartje konden mantelzorgers bij elkaar komen om hun verhaal te vertellen en een luisterend oor te krijgen. Hiermee werd ook tevens de Week van de Mantelzorg afgesloten. Ik denk dat het heel belangrijk is. Wat ik ook hier weer merk, is dat de mensen blij zijn dat ze heel even met een koffie en een taartje hun verhaal kwijt kunnen. Ik hoor van een echtgenoot wiens vrouw dementerend is, veel voorkomend. Hij zegt, als ik er niet zou zijn geweest, zat ze al in een verzorgingshuis. Want ze kan niks meer zelf. Maar wij samen kunnen het redden. Er is natuurlijk mantelzorgondersteuning. Organisaties als Versa Welzijn doen van alles. Er zijn specifiek mensen om deze groep te begeleiden en te ondersteunen vooral. Dus, en er is budget en onze wethouder doet van alles. Dat is allemaal het geval. Desalniettemin is het een hele zware taak die wat extra aandacht verdient. Ik ben mantelzorg voor mijn dochter van 19. Mag ik vragen waarom je mantelzorg voor mijn dochter bent geworden? Ja, mijn dochter heeft autisme en een lichtverstandelijke beperking. En ja, ik ben alleen met haar en ik zorg voor haar dat het goed met haar gaat. Dus ze heeft heel veel structuur nodig en nabijheid. Nou, ik werk al een tijd niet, sinds januari vorig jaar. Omdat ik gewoon niet meer slaap door alles wat ik meemaak. Te veel zorgen heb en financieel natuurlijk ook.
Waardoor ik even niet kan werken. En ik wil wel graag, maar de zorg van mijn dochter die zou overgenomen kunnen worden door als zij op zichzelf zou gaan wonen. Of als er meer mogelijkheden zouden zijn voor haar leeftijd. Maar ja, dat is er niet, dus alles komt op mij neer. En om daarnaast ook nog te gaan werken, dat is bijna niet te doen. Wat zou het voor jou makkelijker maken om het enigszins weer een normaal leven te kunnen oppakken? Nou, als mijn dochter op zichzelf zou gaan wonen, ja, dan zou mijn leven weer zou ik mijn leven kunnen oppakken en met mijn vrienden kunnen afspreken wanneer ik dat wil. Wat is jouw oproep voor richting de staatssecretaris en de minister van VWS? Aandacht voor deze groep, maar ook dit gaat over deze groep heen. Hè? Wij maken ons daar ernstig zorgen over, want we werken al met wachtlijsten en de organisatie moet al wonderen verrichten. En als wij 200 miljoen moeten bezuinigen, waar in hemelsnaam en hoe? Nou, dat is dus een zorg en die gaan wij oppakken. En we gaan kijken wat wij als gemeentelijke organisatie, want daar gaan wij natuurlijk over, zeker, hoe we dit op gaan pakken. We zijn hier in de Wilhelminekerk in Bussum. En hier is een benefietavond voor de steun van Oekraïne. Wat houdt deze avond in? Deze avond houdt in dat wij vanuit Huis voor Iedereen hebben wij onze netwerk ingezet. Nu heb ik gelezen dat er ook schrijvers zijn die de boeken hebben geschreven. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, en niet de eerste, de beste. Hè? Wel dus, ja. Tommy Wieringa. Ja. Jaap Scholten. Als je vanavond luistert naar wat bijvoorbeeld Daniel de Rijke vertelt, die komt hier uit Bussum, een rugbyspeler, en die is met zijn rugbyteam is die een paar keer in de Oekraïne geweest. Dus die vertelt hier over de belevenissen. En dan zie je ook waar dus de hulp naartoe gaat en wat ze daarmee doen. Dat in dit geval waren het rugbywedstrijden. Dan nemen ze allerlei hulpgoederen mee, natuurlijk ook sportartikelen. En alles wat er vanavond wordt opgehaald, gaat allemaal naar het goede doel. Om de mensen daar, de kinderen, de weduwen en ook de militairen die daar zijn, humanitaire hulp te geven. En dat is een belangrijk iets. Dus de opbrengst komt echt op een goede plaats terecht. Het boek gaat over de bijdrage die wij leveren als Protect Ukraine aan de strijd in Oekraïne. Omdat wij als Nederlanders, ons is er eigenlijk heel veel aan gelegen om de Russen niet te laten winnen in Oekraïne. En wij zetten ons daarvoor in en we zamelen geld en middelen in om soldaten aan het front in Oekraïne te steunen. Het bijzonderste is eigenlijk al die mensen die je daar ontmoet. En die zijn zo ongelooflijk dapper en niet van plan op te geven. En dat is eigenlijk heel erg indrukwekkend. Hoe die Oekraïners met z'n allen gewoon tegen die Russen vechten. Omdat ze kunnen niet anders. Dus de omaatjes die maken soep in de dorpen. En de vrouwen die bevoorraden het leger. Of die werken als medics. En nu ook als dronepiloten. En iedereen is eigenlijk met z'n allen tegen die Russen aan het vechten. Maandagochtend 11 november tegen 8:30 was het voor het eerst sinds tijden weer lekker druk met ouders en kinderen bij basisschool De Twee Master aan de Van Limburg-Stierumlaan bij Naarden-Keverdijk. Het was een feestelijke dag met maar liefst 2 officiële openingsmomenten in aanwezigheid van wel 3 wethouders. Verkeerswethouder Mark Marschall opende samen met Julian, kinderraad zit namens De Twee Master, de eerste officiële schoolzone in Gooisemeren. Nee.
Met de tekst op de grond, dat verkeersbord en een paar vrolijk gekleurde paaltjes wordt duidelijk aangegeven dat je in de buurt van een school bent en dat alle verkeersdeelnemers daar rustig moeten rijden. Het tweede feestje was zo mogelijk nog belangrijker, want de spiksplinternieuwe school ging die dag voor het eerst open. Begin februari 2022 werd aangekondigd dat het toen al 60 jaar oude gebouw gebreken vertoonde en ook asbest bevatte. Het pand zou worden gesloopt en op dezelfde kavel zou een mooie nieuwe school komen. Modern en klimaatneutraal met zonnepanelen op het dak. Tijdens de eerste sloopwerkzaamheden van de oude school werd een spoor van een vleermuis aangetroffen, waardoor alles meteen werd stilgelegd. Pas in maart 2023, ruim een jaar later, konden de slopers weer aan de slag. De hele schoolbevolking verhuisde in deze sloop- en bouwperiode naar de Amersfoortse Straatweg, naar de voormalige dependance van de Godelindenschool. Voor iedereen was dat een stuk verder van huis. Dat gebouw moet ook als wissellocatie dienen voor andere scholen in Bussum en Naarden die een opknapbeurt nodig hebben. Dus het feit dat dit sloop- en bouwproces veel langer duurde dan eerst gedacht, gooit ook de andere planningen in de war. Als eerste voor de Vondelschool in Bussum, waar dringend onderhoud en renovatie van hun gebouw nodig is. Ongeduldig stond dan ook de hele schoolbevolking, plus ouders en grootouders, te wachten tot ze eindelijk in het nieuwe gebouw naar binnen mochten. Wethouder Jelmer Kruijts sprak nog een woordje. Ik heb nog niemand gehoord die hem niet mooi vindt. Als die hier aanwezig is, dan verzoek ik die nu het plein te verlaten. En daarna mochten de jongste leerling Tije en de oudste leerling Alina samen het lint doorknippen. En dan gaan we even kijken, want dan mag jij samen met Tije mag jij het lint gaan doorknippen. Ja, gaat dat lukken? Met de intussen uitgedeelde bellenblaasbuisjes werd het leven de school ingeblazen. En toen mocht eindelijk iedereen naar binnen. Het eerste uur van deze lesochtend werd door de kinderen en hun ouders vooral gebruikt om alle hoeken en gaten van het nieuwe gebouw te verkennen. Boven en beneden, voor en achter. Er is bijvoorbeeld een compleet ingericht kooklokaal in het pand. Het schoolplein en de tuin zien er nu nog wat kaal uit, maar daar komt nog heel wat groen. De meeste betrokkenen zijn heel erg blij met de nieuwe school. Om het pand zelf, maar ook dat de school weer vlakbij en in de buurt is. We zijn hier bij Museum Vesting Naarden. En Tessa staat gezellig bij mij op de achtergrond. Ik weet niet of u ze ziet, maar het is een heel lief beest. En we hebben vanmiddag een heel goed interview gehad met twee heren. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Nou zien we hier hele oude tekeningen. Waar komen die vandaan, Wim? Die komen van internet af. En uit oude historische oorlogsboeken. Onder andere uit Kracht des Oorlogs. Ja. Ik heb een van mijn vrijwilligers, Cor Snijders, is daar eentje van. Die zoekt heel veel voor mij. Dit zijn tekeningen die ik gevonden heb op internet. En die hebben we gebruikt om de houwitsen die we hier hebben liggen te identificeren. Omdat deze er sprekend op lijkt. Het is bijvoorbeeld het verhoogde zundgat. Het zijn de versieringen die hierop zitten, dat noemen ze de sieraden. Het is de hele vorm van de druif die ons indicatie geeft van dat zou dat kanon kunnen zijn. En er zijn ook verschillende houtsoorten. Ja, ze hebben binnen. Hebben ze alle houtsoorten die toen voorradig waren. Deze gaten hebben we vanochtend geboord. Als die straks helemaal past, dan gaan we hem nog één keer proef in elkaar zetten. Dan gaan we die houwetsen die er voor in ligt, dan gaan we hem nog één keer proef passen. En dan wordt die weer in elkaar gezet, dan wordt die helemaal uit elkaar gehaald. Dan gaan we het ijs blank maken, dat alle ongerechtigheden eraf zijn. En die wordt die in de zinkfosfaatprijmer gezet en daarna twee keer in de hoogwaardige grondverf. En dan wordt het onderstel weer in elkaar geschroefd en dan wordt die de definitieve kleur geschilderd. En dan wordt die opgesteld. Dus al het metaal wat hier ligt op tafel, ja, dat gaat op het onderstel. Dus dit, deze vleugel die je hier ziet, dat is een hele aparte. Daar zetten we de as mee vast. We hebben er twee van, eentje links en eentje rechts. Deze gaten die erin zitten, daar gaan grote smeedijzeren spijkers in. Die worden er in het onderstel vastgezet. En zo ging die het dan, als je dit kan een versimpelde versie zijn. Ja. Of het is een voorloper,
van de scheepskanonnen, de scheepskarrenaris. Maar daar is hij erg zwaar voor, want hij weegt 600 kilo. Als je hem herkent, herken je hem daaraan. De ringen en de banden, hoe die er in het algemeen uitziet, dat lijkt heel veel op een Armstrong-kanon. Dit is 3 voet lang, waarschijnlijk 18 pond zwaar. Zo, hoe heb je die hier gekregen? Wat een auto-ambulance. Heel simpel. Sint Maarten was een Romeins officier die op een koude dag een bedelaar op straat zag met weinig kleren aan. Hij aarzelde geen moment en sneed zijn rode, dure mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Op zijn sterfdag, 11 november, gingen er vroege arme kinderen langs de deur met lichtjes in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Tegenwoordig doen kinderen dat voor de pret en zingen er een liedje bij. 11 november is de dag dat mijn lichtje brandt de nacht. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. De koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ik maak mijn moeder, doet de flikflak nog, daar doet de kop nog, zijn we reeds voor de Sint Maarten, de koeien is Sint Maarten was een brave man. Hij wou alle mensen het beste wel wensen. Wie houdt daar niet van? Wie houdt daar niet van? Een zwarte dag voor Blokker. Het bedrijf is vandaag failliet verklaard, maar alle winkels blijven voorlopig nog wel open. En zo verdwijnt het bedrijf na ongeveer 120 jaar uit het straatbeeld. Er zijn 2 curatoren aangesteld die ervoor moeten zorgen dat het faillissement goed wordt afgewikkeld. Ja, ik vind het jammer. Ze bestaan al zo lang. Het hoort gewoon bij ons. En dat houdt nu op. Maar ja, nu kun je nog eventueel nog winkelen als je dat wilt. De laatste keer. Heb ik gisteren gedaan. Ja. En vorige week ook al. Ik denk, ja, we moeten Blokker steunen. Maar Blokker heeft ergens de boot gemist. Dat is jammer. Heeft u enig idee waar ze die boot gemist hebben dan? Ik denk dat ze te veel concurrentie van Xenos en Action hebben. En dat ze eigenlijk wat meer op het hogere segment hadden moeten richten. Dat denk ik. Wel, weer typisch een oer-Nederlands bedrijf dat ten gronde is. Ja, vind ik jammer. Heel jammer. Ik begrijp dat, wat ik begreep uit de krant vanochtend, uit het nieuws, dat misschien Wibra belangstelling heeft voor hun panden. Maar dan heb je het alleen over de panden. Gaat u de winkel mis uit het straatbeeld? Ja, zeker wel. Ja. En waarom? Ja, omdat het er gewoon bij hoort. Er valt al zoveel weg. Ja, ik kom uit de gemeente Huizen, niet hier. In Blokker is al uit de gemeente Huizen vertrokken. Maar ook daar gaan zoveel winkels dicht. Ook de bioscoop gaat dicht in Huizen. Ik vind het wel verontrustend. Ik vind het verrekte jammer, jongen. Want er zijn al de kleine dingetjes die je hier weghaalt. Voor het huishouden. En zoals wat? Pannen. Ik moet toevallig net een huiensnijer halen. en die kom ik nu halen. Maar als hij er nog is... Gaat u Blokker missen? Jazeker. Waarom? Om die dingen die ik net zei. Voor de kleine dingen, voor de huishoudelijke dingen. En daar was het onze winkel voor. Ja, vind ik erg. Er gaan al zoveel winkels plat. Er blijft niks meer over. Komt u geregeld hier in deze Blokker? Ja, dikwijls. Gaat u deze Blokker missen? Denk het wel. Ja, zeker weten. En waarom? Nou, dan kun je je spulletje niet meer halen. Dan moet ik naar een andere winkel op zoek. Vorige week kwamen sporters, schrijvers en auteurs bijeen in Den Haag om te protesteren tegen de btw-verhoging op sport, cultuur en boeken. Deze voorgenomen verhoging valt niet bij iedereen in goede aarde.
Nou, ik ben bang dat de boeken veel te duur voor heel veel mensen gaan worden. Voor een hele grote groep mensen. En niet alleen voor rijke mensen, maar voor iedereen die in de winkel komt. Het boek is al duurder geworden de afgelopen jaren. En dit komt er nog een keertje overheen. En nou, in een land waar steeds minder gelezen wordt en waar taal en leesvaardigheid heel belangrijk is, lijkt het me geen goed idee. Boekhandels staan voor veel uitdagingen. Ik denk dat het ook schade aan de boekhandel gaat brengen. Want na coronatijd is er meer. Die online verkoop is ontzettend gestegen. Mensen zijn minder winkels gaan bezoeken. En dat is eigenlijk niet meer teruggekomen. En ook door de inflatie merken we dat de winkelstraat ook leger wordt. Wordt minder gewinkeld. Het geld moet toch ergens vandaan komen? Ja, dat snap ik. Alleen nu moet het bij de verkeerde mensen, denk ik, vandaan gehaald worden. Want dit zijn mensen, dit treft ons allemaal. Dat zijn gezinnen met kinderen die helemaal niet buitensporig inkomen hebben. Maar als ze en meer gaan moeten besteden voor sport en aan alles, het hele leven wordt duurder. En dan ook nog boeken moeten kopen. Dan wordt het, de stapeling is wel erg veel. Ik vind het waardeloos. Ik lees heel graag boeken. Dus het is hartstikke zonde als dit allemaal weer duurder gaat worden. En niet alleen voor mij, maar juist ook voor mensen die minder te besteden hebben. Dus iedereen moet toch kunnen blijven lezen. Dat er heel veel mensen zijn, en met name ook voor kinderen, die dan geen boeken meer gaan kopen. Of nou ja, tweedehands. Dat is natuurlijk ook wel duurzaam. Er zit de andere kant aan. Maar goed, boeken, mooie nieuwe boeken, zijn natuurlijk geweldig. Belasting is goed. Belasting verhogen is minder goed. 1 belastingtarief zou mooi zijn. En dat de belasting op boeken omhoog moet, is jammer. Waarom vind je dat? Omdat boeken toch in een hoekje zitten wat het moeilijk heeft. En ik zal niet zeggen verdomme hoekje, want er wordt nog veel gelezen. Maar het is toch jammer dat sommige mensen dan denken, ik koop geen boek. Maar blijf je wel boeken kopen als deze verhoging wordt doorgezet? Ja, zeker. Ja, boek en film, daar kunnen we niet buiten. Ik vind het persoonlijk heel jammer. Ik vind lezen heel belangrijk en heel erg fijn. Ik lees elke dag. En koop ook dus steeds boeken. Ik ben ook lid van de boekenclub. Dus die boekenclub koop ik ook steeds boeken. Ik ben niet zo van de e-reader. Dus voor mij, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als het duurder zou worden, zou ik wel blijven kopen. Je bent lid van een boekenclub, hoorde ik. Wordt er heel veel gesproken over deze mogelijke verhoging? Nou, er zal zeker ook over gesproken worden, ja. We kunnen wel concluderen dat het laatste woord en de laatste letter over deze verhoging nog niet geschreven is. En dat de boek nog definitief voor u nog niet dicht is. Zeker niet, nee. Een groepje senioren uit Loosdrecht heeft zich aangesloten bij de landelijke stichting Knarrenhof. Ze noemen het hier het Hoffelijk Burgerinitiatief. De heren Meens en Daams zijn de kartrekkers van het eerste uur. Maar wat is een Knarrenhof eigenlijk? Knarrenhof is een manier van wonen van senioren die omzien naar elkaar. Er zijn er nu zo'n 13 in Nederland, waarbij de mensen bij elkaar wonen, elkaar helpen, een boodschap doen, omzien naar elkaar en ook een gemeenschappelijke voorziening hebben, zoals een tuin en technische ruimte, vergaderruimte. Waarom wil Joost Meens hier aan meedoen? Het is eigenlijk tweeledig. Primair, ik ben als arts werkzaam in de ouderenzorg. Ik zie de enorme vereenzaming van de mensen. Ik zie mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, mensen die vervuilen, onder de voet raken. Ik zie dat er een groot tekort is aan, een toenemend tekort is aan professionele zorg. Ik zie dat de mantelzorg tekort schiet en ik zie dat het systeem langzaam vastlopen. En aan de andere kant, als zelf bijna gepensioneerde, liep ik er ook tegenaan. Ik wil naar een levensloopbestendige woning in Loosdrecht en die zijn er niet. En ik wil van die trap af. Ik wil van die trap af, inderdaad. En ik wil die trap, die gun ik heel graag aan een volgend jong gezin. Net zoals ik 25 jaar geleden in Loosdrecht kwam wonen. En hier kinderen kreeg. En die woning die wil ik graag aan iemand anders geven die een beter toekomt dan mijzelf. En er is gewoon geen ouderhuisvesting in Loosdrecht. Jullie zijn het initiatief 2,5 jaar geleden begonnen, begrijp ik? Ja. Hoe ver zijn we nu? Hoe ver zijn jullie nu? Ja, we zijn begonnen met pionieren door bij alle politieke partijen langs te gaan. Van dat idee wat we hebben, kan dat wortel schieten? Nou, we werden met heel veel enthousiasme ontvangen. We hebben doorgepakt. We hebben onze groep groter gemaakt. Van z'n twee zijn we inmiddels met z'n zessen. En daar werd ons ook gemaand van pak nou door, want de tijd is nu rijp. En we hebben een plan gemaakt, een aanbevelingsbrief geschreven. De stichting Knarrenhof die ondersteunt ons op allerlei vlakken. Landelijke organisatie. Landelijke organisatie. Ja,
En met dat hele plan staan we nu op de drempel van wat gaat het worden? De locatie die we nu op het oog hebben, dat is de voormalige Terpselschool aan de Loosdrechtse Dijk. Dat worden koopwoningen en in twee lagen, sociale koop en gewone koop. En wat we heel fijn vinden, dat het plan wat we ingediend hebben bij BMW, dat is ook ondertekend door de gezamenlijke huisartsen van Loosdrecht. Omdat die aan de lijve ondervinden in hun praktijk de eenzaamheid. Heel veel mensen wonen alleen in een veel te groot huis. Geïnteresseerden in dit concept kunnen zich inschrijven op de website van knarrenhof.nl. Voor Loosdrecht hebben zich al 110 mensen opgegeven. Voor de locatie Terpstra School zou het Knarrenhof om diverse redenen dus gaan bestaan uit koopappartementen. Maar het hoeft niet bij één Knarrenhof te blijven natuurlijk. Voor de langere termijn hebben ze al een tweede locatie op het oog. Daar zou het wel mogelijk zijn huurappartementen te realiseren.